deze video gaan we terug in de tijd. We gaan namelijk kijken naar hele oude clips van Fortnite Battle Royale. Ja, laten we ook gewoon maar meteen beginnen met de video. Even een shout-out naar Locandro. Hij heeft deze compilatie gemaakt. En ik heb echt zin om gewoon even terug te gaan naar 2017, 2018. Iemand die hier trouwens keihard gekild wordt. Mooie clip. Misschien dat we nog wel een trickshotje te zien krijgen. Ik weet het niet. Het zal wel vet zijn. Oké. Hij miste alles daar. Oh, deze sniper heb ik lang niet meer vastgehouden. Zo, dat is lang geleden. Dit is de semi-auto sniper rifle volgens mij. En toen kon je nog niet de bomen heen schieten. Zoveel dingen waren anders in deze tijd. Het is echt insane. Oh, hij heeft hem gehit. Maar gaat hij zijn win halen? Hij gaat de win niet halen. Oh, dit is een fout. Dit is Dakota's, toch? Oh, ik weet niet hoe die... Ja, toch is Dakota's. Maar in ieder geval, wat gebeurt er allemaal? Hij kan door een gebouw heen lopen. Het zag er heel raar uit wat daar gebeurde. Fortnite zat toen al vol met glitches. Alleen, dit is nog een stukje erger dan wat we tegenwoordig hebben. Oké, wat gaat hij doen? Oh, gaat hij hem snipen? Oh, heeft dit! Mooie kill hoor. Toen de tijd was dit natuurlijk een wereldkill. Oh, hij gaat de lucht in met de launchpad. Gaat hij een trickshot doen? Gaat hij een trickshot doen? Gaat hij doen? Denk ik niet. Het zou wel kunnen. Oh, zitten twee mannen hier. Oh, twee no-skins. Hij maakt het kapot met de tech shotgun. Oh, ik wil de tech shotgun terug. Ik wil de tech shotgun terug, jongens. Laat even weten in de reacties wat jij terug zou willen hebben uit seizoen 1 van chapter 1. Ik ben wel benieuwd wat jullie zouden vinden. Ik zou sowieso kiezen voor of de pump of de tech shotgun of zo. Die dingen mis ik echt heel erg. Zo, dit was bouwen vroeger, hè? Als je dit kon, was je eigenlijk al een van de beste spelers in de wereld. Als je dit kon doen. Dit is echt ziek. Ja, hij is aan het inbouwen. Ja, dit is wel geniaal. Dit is geniaal. Gaat hij het redden? Gaat hij het redden? Waarschijnlijk wel. Want ja, normaal gesproken zal je gewoon zo'n ding kapot slaan en dan kom je er wel. Maar dit is een hele bijzondere manier te winnen. Hey! Daquan? Daquan. Volgens mij heet hij Daquan. Volgens mij spreek je het zo uit. Oh my god, die pump! Misschien gaan we nog wel dubbelpump zien. Hij valt dood. Dat is heel onhandig. Hij wordt derde. Oh, Shroudy! Shroudy, Rowdy. Oh, hij maakt daar twee hele lijpe kills trouwens. Well played, well played. Oké, wat gaat hij doen? Oh, hij heeft hem heerlijk gehit. Gaat hij nog één doen? Nee, toch? Nee, toch? Oh, een headshot. Ja, dat is een mooie clip. Dat is een hele mooie clip. Alright. Je gaat Crafty of zo de lucht in. Oh, hij valt dood. Ja, doodvallen was ook in seizoen 1 van chapter 1 echt wel een ding. Hey, Daquan. Weer. Oh, de emote combinatie. Dit is trouwens al een iets oudere clip. Dit is seizoen 2 of seizoen 3? Is dit seizoen 3? Ik weet het niet. Het is nog steeds pure nostalgie natuurlijk. Oh, hij loopt vast. Waarom loopt hij vast? Nee, dat is zonde. Alright, Razor Razor heeft iemand geëliminated. Nate shot is dit. En waarschijnlijk gaat hij... Wat gebeurt er nou? Ik weet niet wat hij zegt. No, I dragged you down because you're like a pro and I'm just like this noob. Ah, dat is zo cute. We could have won that. We got really far together. Oh ja, dat was natuurlijk een ding. In seizoen 1 dat dan kinderen, dat je dan bij de lobby kwam en dat je ze dan een Victory Royale probeerde te geven. Maar check trouwens die lobby background. Het is gewoon helemaal donker. Ja, heb je hier... Welk seizoen is dit? Welk seizoen? Ik heb geen idee. Volgens mij is seizoen 1. Misschien seizoen 2. Volgens mij was seizoen 1. Wat is dit? Daquan is aan het kijken. Wat doet hij? Wat is dit voor een noob? Dit lijkt wel een bot. Gewoon zoals de bots nu zijn. Letterlijk. Het is ook een bot, maar... En dan... Wauw. Maar toen waren er nog geen bots. Dus het kan geen echte bot zijn. Dat kan niet. Dat is onmogelijk. Oh, nice hit. Nice hit. Ja, dubbelpump. Dit is hem. De dubbelpump. Boom. En dan nog een keer switchen. Nee, dat doet hij dan weer niet. Oh, wat gaat hij doen? Hij heeft geen dubbelpump. Oh, hij loopt vast. Oh, hij loopt denk ik zelf vast. Oh! Dit is heel onhandig. Oh, wacht! Dit is die clip waarbij iedereen doodgaat volgens mij. Die heb ik een keer gezien. Dit is de ergste bug ooit in Fortnite geweest. Ja, zie je? Mensen met een shoppingcart konden iedereen killen in de map. Dat was echt een zieke, zieke glitch. Waarbij iedereen doodging. Je ziet hem straks ook onder de map zitten volgens mij. Want ik ken deze clip. Dat is een legendarische clip. Je ziet hem? Wauw. Ja, hij heeft alle kills gepakt in die game. Dat is echt niet normaal. Oké, wat gaat hij doen? Dit is Dakota's. Oh, de spike trap. Ik wil de spike trap terug hebben, alsjeblieft. Is het nog eentje? Oh, nee, daar zit er geen. Hij is 1 shield, 1 HP. Hoe krijg je het voor elkaar? Hoe krijg je het voor elkaar? Zo, hij... Hem heb ik lang niet meer gezien. Oh, nice. Al 4 kills? Wauw.
Even healen. Ja, natuurlijk. Maak dat even kapot. Oh, wat is dit? Oh, dat zijn gewoon enemies. Ik dacht al, wat gebeurt hier? Maar dit zijn enemies. Ik dacht dat teammates waren in eerste instantie. Hé, hey, laatste cirkel. Oh, mis. Dat is zuur. Ook gewoon geen koffer pakken. Niet bouwen. Gewoon ook geen ramp of zo. Oké, hij is dood. 13 HP. Gaat hij de win pakken? Oh, hij moet nog 2 mensen killen volgens mij. Oh, er zit eentje in die toren. Kijk, daar is wel een toren gebouwd. Gaat hij pakken? Oh, er zijn twee streamers volgens mij. Of niet? Boom, mis. Oh, dat is jammer dat je wel kunnen hebben. Oh, ik dacht dat twee streamers waren. Maakt er niet uit. Hij heeft de win. Let's go. Hij is helemaal hyped. Ja, toen als je een win haalde, was je natuurlijk helemaal blij. Want dit is seizoen 2. Nee, dit is later. Dit is seizoen 4 volgens mij zelfs. Maar nog steeds nostalgisch. Dit is echt lang geleden. Misschien wel meer dan seizoen 4, bedenk ik me nu. Ik weet het niet. De Eagle! Al die OG emotes. De Eagle, jawel. Oh. Deze gast is alleen met een shotgun aan het spelen. Hij had eigenlijk wel kunnen switchen naar een van zijn twee pistols. Ik heb geen idee waarom deze... Waarom heeft deze persoon twee pistols? Kan iemand mij dat uitleggen? Dual pistol was geen ding. Oh, lekker default dance moves. Heel nice. Oké, maar er zijn nog veel meer mensen hier bij Pleasant Park. Oh, die oude traps. Die oude zapper traps. Hoe heet die dingen? Boom. Oh, 200 hit. Hoe? 200? Hoe is hij niet dood? Met 200 ben je gewoon dood. Normaal gesproken. Oh, in de boom. Ja, dan ben je klaar. Als je... Oh my god, die noscope. Wauw. Oké, ik wist niet dat we nog een trickshot clip zouden zien. Hier, dan hebben we Grimms weer. 1 kill, 2 kill. Nee, dat is niet waar. Nu heeft hij 2 kills. Pakt hij 3. Een deck shotgun. Dat was echt heel fijn. Dat was echt een vibe. Dat was echt een vibe. Lucht in. Oh, ik dacht... Oh, ik was helemaal zo van... RPG Grappler. Mijn hoofd is dat zo geprogrammeerd. Maar dat gaat natuurlijk niet. Want er waren nog geen grapplers toen. Ik wilde zeggen RPG Grappler. Maar dat kan helemaal niet. Wauw. Oké. Victory Royale trouwens. Well played. Hij is heel blij met... Het was trouwens een Star Way to Heaven die hij deed daar. Oké. Gaat hij 360 doen? Dat zou ik echt met respect vinden. Wat gaat hij doen? Oh, wat gaat hij doen? Wat doet hij? Wat doet hij? Hij wordt gepickaxed. Ja, zelfs streamers waren noob in deze tijd. Oh, er zit iemand daar. Kill hem. Nice. Goede kill. Sorry voor het hoesten, jongens. Ik heb een beetje last van mijn kill. Nee, het is geen corona, denk ik. Oh, daar gaat hij. Revive. Oh, nice. Gaat hij pakken. En ja, toch. Oh, 88 hit voor een headshot. Dat is best wel flink. Oké, okay, Bobby Crosby Games. Wat gaat hij doen? Het is een 1v1, inderdaad. Het is een 1v1. Ja, hij zit daar boven waarschijnlijk. Gaat hij het doen? Gaat hij de win pakken? Waarschijnlijk wel, anders had het er niet in gezeten. Of hij moet heel dom doodgaan, dat kan ook. Hier, er zitten van die shrooms op de grond. Die blauwe mushrooms. Maar die kon je toen nog niet oppakken. Maar ik wist helemaal niet dat hij er vroeger al in zat, joh. Ik heb geen idee waar die is. Dan moet je mij vertellen waar die is. Ik heb geen idee. Hij is hem gewoon aan het zoeken, maar ik kan hem niet vinden. Oh. Hij gaat omhoog. Hij gaat doodvallen, let op. Hij gaat doodvallen. Ik kan haast niet anders. Oh, daar zit hij. Je moest vroeger echt zoeken naar mensen. Oh, pak hem. Pak hem. Spray. Spray meta. Keiharde spray meta. Gaat hij... Oh, hij is bijna dood daar. Oh, hij valt dood. Oh, hij valt bijna dood. Hij leeft nog. Hij leeft nog. Bouw hem je heen, bouw hem je heen. Maak een... Crank een 90. Gaat hij het redden? Oh, nog 9 HP. Oh, hij is doodgevallen. Wauw, wat lame. Dames en heren, dit was het einde van deze video. Ik hoop dat je hem tof vond. En als je het vond, drop even die like. En abonneer op het veel gevraagd met een belletje aan. Klik op de video zo meteen in beeld. En dan zou ik zeggen, tot de volgende keer. En peace out. Doei!